Ja, welkom bij het allereerste video-item van Vanuit de Bus. Het hele toernooi rijd ik door Nederland en België. Naar allerlei plekken, voetballers, trainers, van alles en nog wat. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Maar ik heb wel het idee van, ja, ik moet met een schone lei starten. En eind dit seizoen was ik clubwatcher van de Graafschap. En had ik Mike Snoei gevraagd van, wat wil je nou bij een overwinning? Doe dan maar een roze koekie, dat gaat er altijd in. Ja, roze koeken, zei Mike Snoei. Nou ja, ik naar een banketbakkerij, cupcakes gemaakt, met Graafschap logootjes, helemaal mijn best gedaan. Je mag spuiten. Nou ja, toen kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om blij te gaan doen met die cupcakes bij hem. Dus ik heb hem lekker met rust gelaten. Ik heb de cupcakes in de persruimte van de Graafschap uitgedeeld. Maar goed, weet je, ik heb wel het gevoel van, ja, hij verdient die roze koeken wel. Dus ik ben nu in de buurt van een zwart-gele supermarkt. Je kan ze kennen van een reclame met links en rechts. Ja. Nee. Ja, ja, we hebben ze hoor. We kunnen op naar het oosten des lands, op naar Mike Snoei. Ik ben benieuwd of hij het leuk vindt, of het alweer goed met hem gaat. Sinds zijn ontslag bij de Graafschap, de vorige keer dat ik hem zag, stormde hij naar binnen na de nederlaag tegen Rode JC. Daarna niet meer gesproken, maar ja. Ik heb aangebeld. Hey Lars. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met je? Goed. En ook leuk om jou weer te zien. Ja. Wat heb je nou bij je, man? De vorige keer dat ik je zag. Roze koeken, hè? Nou ja, voordat ik aan mijn reis begin, 31 dagen lang, dacht ik van ja, we moeten even samen roze koeken eten. Ja, nee. Schone lei beginnen. Ja, nee, ik vind het echt, ja, ik vind het leuk om te zien. Richting het EK, ga je het volgen? Tuurlijk, gaan we kriebelen. Dus, zeker richting het weekend, zondag. Hè? Dus ja, ook nieuwsgierig hoe Nederland het er vanaf gaat brengen. Ja, wat verwacht je? Nederland zelf, dan gaan ze het goed doen? Die gaan in het toernooi groeien. Ja, die gaan, die gaan echt wel nog voor een mooie verrassing zorgen. Laten wij onze koeken gaan eten. Kom binnen.